Ik heb een weer weten steken. Gea Passies en Johanna Havinga. Goed wel in Bertolbrecht. Goedemorgen allemaal. Hartelijk welkom bij dit programma dat draait om de muziek en het leven van de Duits-Amerikaanse componist Kurt Weill. En misschien herkent u het. U hoort de openingsmelodie van de Drei Groschen Oper. Een opera voor bedelaars. Een muziektheaterstuk waarmee Kurt Weill en Bertolt Brecht in 1928 wereldberoemd werden. En de centrale figuur van de Drei Groschen Oper is Mackie Messer. Hij is een oplichter, een schurk. En hij heeft Polly het hoofd omgebracht. Polly is de dochter van invloedrijke bedelaars. En zij is er tussenuit geknepen om stiekem te kunnen trouwen met haar geliefde Mackie. En op haar bruiloft zingt Polly een lied om haar gasten te amuseren. En dat lied gaat over een meisje, Jenny, dat werkt in een armzalig hotelletje. En dagelijks heeft Jenny te maken met brutale en lastige klanten. En Jenny vraagt zich af hoe haar leven eruit zou zien als zij het nou eens voor het zeggen zou hebben. En zij laat haar fantasie de vrije loop. Zeerover Jenny. Mijne heren, kijk vandaag sta ik glazen te spoelen, niet te schoon, uw sloep en laken. En u geeft me dan een voortje en ik sta me dank u wel. En u ziet gewoon mijn vallen in dit ranzige hotel. Geen idee met wie u heeft te maken. Geen idee met wie u heeft te maken. Maar verklaart zijn zo
En op deze middag is het doodstil in de haven als men vraagt wie er sterven moet. En dan zullen ze maar zeggen: Anne. En als er dan een kop valt, dan zeg ik: hopla. En dat scheelt. Natuurlijk in het Duits. Maar de Dreigroschenoper was zo succesvol dat het binnen een jaar in het Nederlands was vertaald. En 5 jaar later werd het in 18 verschillende talen uitgevoerd. Terug bij haar ouders vertelt Polly dat ze getrouwd is met de bandietenleider Mackie Messer. En haar ouders zijn daar niet blij mee. Die nemen zich voor om Mackie aan de galg te helpen. In een lied vertelt Polly hoe ze in het verleden rijke en respectabele heren op afstand heeft weten te houden, maar dat ze nu als een blok gevallen is voor een ongemanierde schoft. Barbara Song. Eins glaubte ich, als ich nach München kam, das war ich ein Kranz und ich zu. Vielleicht kommt auch zu mir einer ein und dann muss ich wissen, was ich tu. Und wenn er Geld hat und wenn er nett ist und sein Kram ist auch wertags mein und wenn er weiß, was sich bei einer Dame schiebt, dann sage ich ihm, nein, Und das wird auch mit der Mutter wissen, und Gott kommt sie gar nicht anders.
laatste lied uit de Drei Groschen Oper wordt gezongen door weer een ander liefje van Mackie, een vroeger liefje van Mackie. Omgekocht door de moeder van Polly, lokte zij haar vroegere kooier naar haar bordeel. En daar dreef zij de nietsvermoedende Mackie in de armen van de politie. En hij zit nu in de gevangenis en hij is in afwachting van de strop. En zij zingt een ballade over hoe zinloos de menselijke ambities zijn. Kijk maar naar de groten der aarde. Salomon ging ten onder aan zijn wijsheid. Cleopatra aan haar schoonheid. Caesar aan zijn dapperheid. En Mackie aan zijn hartstocht. Voor haar. En ze wordt begeleid bij dit lied op een aftans draaiorgeltje.
in 1900 in Dessau in Duitsland. En hij groeide op in een muzikaal Joods gezin. En toen hij 18 was, verhuisde hij naar Berlijn. Berlijn was in die tijd het culturele centrum van de wereld. Er werd volop geëxperimenteerd met nieuwe vormen van muziek en nieuwe vormen van theater. En in deze periode ontmoette de componist Weill de toneelschrijver Bertolt Brecht. En hun combinatie was bijzonder succesvol. En dan moet er nog iemand worden genoemd. Want tegenwoordig weten we dat niet de beroemde dichter Brecht, maar een van zijn geliefdes, de onbekende schrijfster Elisabeth Hauptmann, voor minstens 80% verantwoordelijk was voor de teksten en de liederen van de Dreikroschenoper. Ja, Brecht is zijn leven lang omringd geweest met vooral vrouwen, maar ook mannen die in zijn ban raakten en die in hem een springplank zagen naar erkenning van hun literaire werk. Maar in plaats daarvan beschouwde Brecht hun werk als het zijn. Elisabeth Hauptmann had erop gerekend dat Brecht met haar zou trouwen. Maar hij trouwde een ander. Net toen zij begonnen was aan de muzikale komedie Happy End. En Happy End is op een hele ongelukkige manier tot stand gekomen. Er volgde een hoop trammeland met Brecht en Happy End werd een flop. Maar er komt een mooi lied in voor. Een lied gaat over een vrouw die hopeloos verliefd is op een ongevoelige profiteur. Surabaya Johnny. Thank you.
zoet. Luitenant in het leger des heils. En met dit lied slaagde zij erin om de gangsterbaas Bill een traan weg te laten pinken. In haar onophoudelijke strijd tegen de zonde en de goddeloosheid is Halleluja Lilian doorgedrongen tot de onderwereld van de stad. En daar probeert zij tevergeefs gangsters te bekeren. Een riskante onderneming. En daarbij heeft ze hun taalgebruik en ook een aantal van hun gewoontes overgenomen. In het Hol van de Leeuw heeft Lilian zich moed ingedronken om daarna een stel kerels te imiteren en in een lied te laten horen, Was die herren matrozenzaak. Een risico meer nog gruwen dan waar. Een cigaret.
nur einmal einen Sturm zu kommen. Da ist ja schon das Dock von Birma. Das ist ja ein schwarzer Wolkenwand. Mensch! Und die Welle, sie ist ja allerhand. Mensch! Da verschlingt uns ja die ganze Firma. Ja, da sind wir ja jetzt laut am Rand. Ja, da sind sie eben jetzt am Rand. Tussen Brecht en Weil. Maar ze bleven geruime tijd samenwerken, totdat artistieke meningsverschillen hier in 1931 een einde aan maakten. En hun laatste gezamenlijke project was Aufstieg und Fall der Stadt Mahagoni. En Mahagoni is een ideale stad voor burgers, want er geldt maar één regel en dat is: er zijn geen regels. Alles mag, als je dat kan betalen tenminste. Vechten, vrijen, vreten, zuipen. En als dat allemaal straffeloos mag, dan zijn mensen ook bereid om daar alles voor op te geven. Hun geld, hun idealen, hun moraal. En als dan in Mahagoni een zekere meneer Jacob Schmid zich wat genot bij de dames wil verschaffen, ja, dan zal hij daar toch iets behoorlijks tegenover moeten stellen. Havana niet. Thank you.
Hans Eisler. En wij laten u één lied van hen horen. Een van de vier vliegeliederen voor arbeidersmoeders. Ze zijn geschreven in 1932. Het zijn vliegeliederen, maar geen slaapliedjes. Het zijn liederen om wakker te schudden. En toen de liederen destijds werden uitgevoerd, is het voorgekomen dat de politie midden in het vierde lied binnenviel en de zangeres en de pianist meenam voor verhoor. En wij gaan ervan uit dat ons dat straks niet overkomt. Mijn zoon. Mijn zoon was in de hoog als hier weer, doet zich steen niet kruipen bereid, schon jetzt. Dan für ich mijn zoon, is auf dieser Bier da, nur die Schutterplanungsplatz da. Tegelijkertijd veracht en bespot door de nazi's. En in 1933, toen Adolf Hitler aan de macht kwam, werd zijn werk verboden. Kort daarvoor is hij Duitsland ontvlucht. En na een verblijf van 2 jaar in Frankrijk en enkele maanden in Engeland, bracht hij samen met Lotte Lenia, zijn vrouw, een werkbezoek aan Amerika. En daar namen de broers Ira en George Gershwin hen mee naar een repetitie van Porgy en Bess. Thank you.
Julian Best maakte diepe indruk op hem. Een opera met zwarte acteurs in een land waar rassenscheiding zo vanzelfsprekend was. En ook een land waar dan dit soort muziek geschreven en uitgevoerd kon worden. Lenya en hij besloten om zich permanent in Amerika te vestigen. En Kurt Weill begon aan zijn tweede leven als Amerikaans componist. One life to live. Satire op de Amerikaanse democratie. En dit had een Nederlands tintje, want het speelt zich af in de tijd dat een deel van Amerika nog een kolonie van ons was, rond 1650, toen Peter Stuyvesant gouverneur was van Nieuw-Nederland. En de figuur van deze strenge, autoritaire Peter Stuyvesant ontroerde en verraste het Amerikaanse publiek met een romantisch lied over de liefde in de nadagen van zijn leven, September Song. En dat lied werd in verschillende bewerkingen een wereldhit. Als je jong bent, dan heb je alle tijd van de wereld, want je hebt nog een heel leven voor je. Maar in de levensmaand september, dan lijken de dagen steeds korter te worden. En de dagen van Kurt Weill eindigde in de vroege herfst van zijn leven. Hij stierf toen hij 50 jaar oud was. September Song. When I was a young girl courting the boys, I played me waiting game.
wie hij tast, maar